een beugeltje golf van. Die lijkt er wel op, hè? Ah ja. Maar je moet hier nemen, daar kan je niet aan. Zo, prachtig. Wie die vimmers? Ja, die is schitterend. Tjonge, jongen. Oh, je kan ook wel een paar man een aan het vullen hier. Absoluut, zeker. Wat een kroeg, joh. Als ik hier mijn floor als bier kan brengen. Nee. Kom je vandaan? Het klinkt wel gezellig, hè? Het klinkt wel gezellig. Wij komen uit Thema, dus de Bourgondische zit er wel in. Er zit toevallig ook nog een Brabants aangegaan hier, dus dat is helemaal gezellig. Ja. Is de kroeg aan bij deze meneer? Nou, weet je, het is, ik vertelde net, Jan, dat ik. Ik ben altijd een beugeltje in Zwolle geweest, dat was een stamcafé, toen ik dat studeerde. En ja, dat was gewoon altijd wat te maken met Patrick en inderdaad ook die sfeer zo wat donker. En, je ruikt het bier, hè? Ja, man. Maar wat op een mooie manier, weet je wel. En dan vind ik het eigenlijk jammer dat er geen peuken op de grond moet liggen. Ja, dat is die randscheur, zeg maar, ik vond het wel mooi. Nou, Koen, met dat ik binnenloop, loop er ook met een verdwaalde Limburger. Ja, een verdwaalde toerist. Dan zie je gelijk, dat bierlief hebben ze toch altijd een neusje voor hebben. Klopt, ja. Hey, maar Koen, we zijn hier al vaker geweest natuurlijk en jij blijft maar dingen organiseren, maar je bent nu ook lid geworden van de Vereniging Ondernemers Middelburg. Klopt, ja. Een beetje laat, welkom. Maar na 18 jaar eindelijk lid, hè? Je bent weten te overtuigen. Ja, dat is heel goed. Ja. Van harte welkom. Maar, dankjewel. Dus ik ben er nu ook omdat je bent er weer bijna met een nieuw festival bezig. Want je deed voorheen al het winterbierfestival, maar nu ook het zomerbierfestival. Ja, klopt inderdaad. Ja. Is dat gewoon precies hetzelfde, maar dan met zomerse bieren of is het heel wat anders? Ja, het is meer zomerse bieren inderdaad. Dus veel IPA's, saison, blonde biertjes, trippeltjes, hè, vooral de lichtere bieren. En de opzetting is natuurlijk ontzettend, moet dat zomers, hè. Dus we hebben palmboompjes, we hebben mooie stretch tenten, we hebben een hele leuke food court voor het hele gezin. Dus echt iedereen die hun man een dagje kwijt wil en denkt lekker met het kindje een springkussentje erbij en een wijntje en een lekker hapje, dat kan. Man die kan lekker het festival in en de dames die kunnen dan, als ze willen, kunnen ook omwisselen natuurlijk. Maar die kunnen dus inderdaad, free festival zit erbij. Dus dat betekent de food en een barretje met wat wijntjes en wat dingetjes. En lekkere mosselen en satéetjes, pizza's, alles wat er allemaal lokale mensen, de bieren, dat zijn waarschijnlijk ook brouwers van buiten de stad. Ja, ook van in de stad. We hebben Emelisse uit Goes, hebben uit Hulst, Meersen. We hebben het Brouwersgilde uit Middelburg, omstreekjes van Walcheren is dat trouwens, Brouwersgilde Walcheren. En we hebben daarnaast hebben we een hele grote uit de Bodegraven, de Molen. Heel veel bierliefhebbers die zijn er heel enthousiast over. We hebben het Spanje Brouwerij, Duitsland, België van Steenbergen. Van alles en nog wat. Van alles door elkaar. En de datum is zaterdag 4 augustus. Klopt, het is één dag deze keer? Of ja, één dag. Ja. Het was in de bedoeling 2 dagen, maar de animo was zo hoog voor de zaterdag dat we gezegd hebben, we gaan de zondag eraf skippen. Ja. We doen het liever 1 keer goed, dan dat het misschien tegen zou vallen of wat dan ook. Dus ja, inderdaad. Ja. Nou, dat klinkt allemaal veelbelovend. Ja, daar heb ik echt zin in. En wat ik ook van je begreep is dat wij kaartjes weg mogen geven, 10 stuks. Ja, dat klopt zo. Ja, we willen 10 kaarten beschikbaar stellen voor jullie likers of volgers. Dat is heel goed. En dus bij deze zijn die aangeboden. Dus als er mensen zijn die daar kans voor willen maken, dan kunnen ze dat lezen op jullie Facebook-site, denk ik. Nou, dat is heel goed. Heb je verder nog dingen te melden of te vragen? Of, Nou ja, goed, je bent nu in de Vliegende Holland natuurlijk. We hebben onlangs een beetje uitgebreid naar 20 bierkranen. Dus ja, want hoeveel kranen? Dat inderdaad 20? 20 stuks, ja. We hebben 20 bieren van het vat en ruim 250 van de fles. Maar waar heb je toch al die fussen staan? Heb je zo'n enorme kelder hier? Nee, we hebben alles onder de bar staan. Dus alles staat onder. Mag ik daar kijken? Ik wil even kijken naar het. Ja. Wat het is? Deze wat makkelijker over te gaan nemen. Maar dat zit gewoon in de koelkast te stoppen. Oh, zo doe je dat. Ja, staan hier 8, daar staan de 8, daar staan de 2. En hoeveel? Dat zijn 20 liter fussen ofzo? Ja, okay. Dat is normaal hoor, in de speciaal bierwereld. Alle 20 liter fussen. Ja. Maar ja, je hebt een groot aanbod hè. En, ja, veel liefhebbers, je ziet het, hè. We zijn nog niet open. Nee, ja, wat dat betreft kan je beter komen wat later op de avond. Maar ja, dan is het ook weer donkerder. Ja, dat is ook zo. Maar dat is het terras ook zo wel hartstikke gezellig en druk. Ja, echt heel leuk. Ja. Dus de mensen die eventueel niet naar het festival kunnen, die kunnen gewoon heel veel van wat ze daar missen, kunnen ze hier. De munten die ze daar kopen, die zijn ook hier geldig. Die nou, dat is heel goed. Ze kunnen ze gewoon eens opmaken. Ja. Dankjewel voor de toelichting. Graag gedaan, we gaan verloten. Leuk dat je er was, bedankt. Oké. Okay.